Captain, please, give Farah the plans, tell her the truth. You'll have a chance to tell the whole world. I don't care about the world. I did this for my sister. Baseplate to 06, friendly air traffic approaching south of 180. Call sign is Watcher 1. Copy. It's Laswell. What's she doing here? I smell blood. Lab intel. Keep it on you. Yes, sir. What the hell is this? It's the off switch. We're turning him over. To who? Russia. Prisoner swap? It's one way. What's the word, boss? Stand by. Don't make this ugly, Captain. Give me a reason not to. It's a proxy war, John. We're all just pawns in this. Well, you speak for yourself. Hand him over. Yes, sir. Hadir's yours, intel's mine. Whatever you've got going on here, I can help. I'll call you if I need you. Got you 6, Captain. Farah! Let's talk! I know how this works, Captain. Not this time. They gave Hadir to the Russians. They'll kill him. If he's lucky. Looks like you saved the free world again, Captain Price. Hadir located Barkov's lab in eastern Georgia. Gas factory. He had plans to destroy it. Hadir's fucking crazy. Yeah, but we're all a little crazy, aren't we? Isn't that right, Alex? Affirmative, sir. With your help, we can finish what he started. You're a good friend, Captain. And a worse enemy, I'm sure. But I do not cross borders and invade. I defend my people here at home. Well, sometimes the best line of defense. It's all there. Plans. Personnel. I see. A militia with no ties to the West could carry out this mission. And they'd all blame the terrorists, wouldn't they? I knew I could trust you. If Barkov's there, he's mine. This is a covert operation to destroy Barkov's gas lab. Nikolai's on the inside. He'll provide the explosives. 2 teams will infiltrate. Garrick and I will plant charges on the pipeline. Farah and Alex, you'll get a detonator from Nikolai and rig the main furnace. When the charges are set, get a safe distance and bring it down. Their support from Laswell paves the way. Rest is up to us. Troops in the open north side of the bridge. Copper fire. Doctor, 3 seconds north back. Bell's rung. Let's see who's on. Farah! Yalla, yalla! Perimeter's open, Kate. We're moving in. Alright, dames en heren, boys en girls. Welkom terug bij de allerlaatste aflevering van de Modern Warfare Campaign Let's Play. Holy damn, het was een avontuur, maar we zijn dus ofwel bij de laatste missie, ofwel alleszins bij het laatste, zeg maar, half uur ongeveer aan gameplay in de campaign. We zijn dus op dit moment in Georgië, aangezien we de plan hebben van Hadir, hoe hij dus de gasfabriek hier in Georgië zou kunnen kapotmaken, namelijk de gasfabriek van de gemene, boze, Russische Barkov, of hoe noemde die? Ik denk dat hij die Barkov noemde. In ieder geval de oude leider, die vroeger onder andere Farah hier en Hadir dus heeft ontvoerd. Hun ouders heeft vermoord en lang gegijzeld en gevangen genomen. Dus ze willen een soort van wraak nemen. We hebben Hadir moeten afleveren aan het Amerikaanse leger, aangezien hij ook van alles illegaal heeft gedaan. Maar stiekem heeft Captain Price dus de plannen van Hadir meegenomen. De plannen om dit hier, deze gasfabriek te vernietigen. En dit zijn we dus nu stiekem samen aan het doen met Farah, haar leger. Dus alright. In ieder geval, er is zoals je ziet heel veel actie. Ik moet even opletten, want anders kan ik hier weer doodgaan. God, no, de G. Ik moet even over deze hek hier. Ai, 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 anders kan ik niet door. En ik moet echt goed kopperen houden achter deze tank, anders ga ik er heel snel aan, denk ik. Daar even nog een missile op laten. Hopla. Daar nog een missile op laten. Hopla, let's go. En zo kunnen we blijven naar voren gaan. Ja, ja, ja. Hopla. Hopla, alright. Nog eens iets afvuren. Let's go. Hopla. Voorlopig gaat alles volgens plan, denk ik. Bijna alles is er niet doodgegaan. Dus het is geen slechte start. Een grenade launcher afvuren. Let's go. Moet ik doorlopen, want iedereen blijft een beetje achter. Ik snap het niet. Oh, 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 oh. Misschien moest ik hier niet doorlopen. Ai, 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 ai. Bijna dood. Wat moet ik doen, wat moet ik doen, wat moet ik doen? Oh, oh. Moeten we niet terugtrekken of niet? Aha, aha. Ik kan dit ook afvuren waarschijnlijk. Jawel. Hoppla! Let's go, let's go. Waar zijn die sneuwen? Waar zijn... Oh, daar ook nog! Wajo! Wajo, 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 wajo. Opladen, een paar granaten. Gaat misschien helpen. Oh, maar kijk, als ik push, dan word ik bijna doodgeschoten. Dus, hey. Man, 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 daar gaan al mijn kameraden. Ai, ai. Ik ben wel een man aan het verliezen hier. Hopla. Hopla. Alright, checkpoint reached, let's go. Nu nog harder pushen, let's go. Ai, ai, ai. Wow, maar hoeveel zijn die nog? Heb ik nog van die dingen? Ik hoop het wel. Ja, die raketten werken nog al sinds. Ah, ik sta in vuur, ik sta in vuur. Oh. Man, 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 man. Zo van deze missies vind ik altijd moeilijk. Want 2 kogels en je zit dood hier. En als je toevallig even 1 enemy niet ziet en er is even lang geen checkpoint, dan moet je vaak heel veel dingen opnieuw doen. Ah. Maar ik ben gefocust, ik zie alle enemies, ik ben nog niet doodgegaan. Het gaat nog redelijk goed. Hé, hey, maar wow, joh, die blijven komen. Hé, hey, joh. Hoe is normaal, joh. Hier, pak mijn granaten. Ah, ik dood, bijna dood. Ai. Ik weet niet of dat smoke is of een flashbang. Het is een flashbang, blijkbaar. Oké. Okay. Dat was normaal gezien de laatste. Oeh, dat duurde wel even. General Barkov, he's here. Now, let's move. I sure he never leaves. Oh, 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 oh. Oh, dat was dichtbij. Oh, die zijn met veel hier. Die zijn met veel hier. Even flashbangen. Ai, 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 die helikopter heeft me. Ja, wat kan ik hier anders doen? Aha, ik moet waarschijnlijk eerst even dit kapot maken. Ai. Was dat gemist? Waar is die helikopter? Waar is die? Allee, op. Heeft hij weer gemist? Ah, moet ik die helikopter met een RPG of zo kapot maken? Ik snap het niet. Hopla. Ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Kom op. kom op. Was dat mis? Allee joh. Allee joh. Allee joh. Oh joh, eindelijk. Man, 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 man. Oh, 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 granaat. Oh, oh, dat was ook net. Jongen, 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 jongen. Let's go to work. We'll get them. Well armed. We zijn in de fabriek. Oh, heads up. Everyone, stand out. Ik ben natuurlijk gas te spuiten. We hebben gasmasker, dus al goed, al goed, al goed. Oh, gaat er nog ontploffen? Of dan niet? Van waar, joh? Oh. 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 Oh, nog een. Hier, joh. AK-chapel, pak je geen koos meer. Oh, die wordt wakker. Oh. Moving up, second level. Oh, 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 ja, 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 ja. Man, 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 man. Dit is toch wel een moeilijke missie, hè? Maar daar zat er toch ook die, moet ik eerst die pakken of wat? Ai, 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 aan de kant voor granaten, aan de kant voor granaten, die stond voor de deur, joh. Waar zijn die snelle? Aha. 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 En aha. En aha. En aha. En ai, 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 ai. Oh, yo. Flashback. Bam. Wat? Dat was de laatste! Nou ja, even nog eens hier eentje. Jepla, nu daar eentje. Jepla, nu daar ene. Hier ene, daar ene. En waar nog? Ja, die is ook dood. Nee, nog niet dood! Oh joh, nu wel. Oh, daar komt er nog één. Ai, ai, het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan hier. Halleluja. Oh, dat is ook nog een enemy. Oh joh. Sommige enemies die schieten gelijk niet normaal. 20 jaar professionele scherpschutters en sommige, nee, die zijn blind. Waar moet ik nu op schieten? Hè? Oh, waar moet ik op schieten? Hallo. Hopla. Let's go. Deur. Ah, wat zijn mijn kameraadjes? Oké. Okay. De van. Ah. Alex. Farah, Nikolai, come quickly, get their charges. The detonator will start the chain reaction. Load the furnace, the rest follows. Correct. Don't lose it. Why help us? Barkov is a stain on my country. It will not stand. Спасибо, Nikolai. I'll take the rest to Price and Sergeant Garrick. See you on the other side. Okay. En nu? Ik heb wel geen ammo, ik weet niet of dat uitmaakt, maar... Ja. Oh! Hier staan ze al! Wapentje! Ai, 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 ai! Granaat! Is er ergens een wapentje voor mij? Alsjeblieft! Alsjeblieft! Ja, hier, AK-12. Alright. Oh! Wat moet ik doen? Reach the furnace, alright. Oh, wojo, wojo! Ik zie wel echt een steek. Oh, 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 oh. Oké, is dat hier? Oh! Oh oh! Wat moet ik doen? Kill the Juggernaut, oké. Hebben we een RPG? Nee, geen RPG meer. Wow, die kan oplopen die jong! Wow jong! Hier, granaatje, granaatje. Kom op joh, allee, waarom gaat hij niet dood? Man. Oh, die staat hier! Oh, halleluja! Oh, man, nog niet! Oh, allee, oh. Allee, joh, hoe lang gaat dit nog duren? Ja? Ja? Ja! We hebben hem! Wow, yo, eindelijk! En nu? Reach the furnace nog steeds, alright. Let's go. Alright, come on. Farah, we've got a problem. Oi, error. Echo, this is Actual. How copy? Send traffic, Actual. Good eyes on General Barkov. I say again, Barkov is moving to the helipad. Echo is approaching the furnace now, Actual. Set your charges and move. Roger, Echo out. You heard him. Let's get it done. The furnace is through here. There's the door. On it. Clear! What happened? Detonator's fucked. It's dead. I'll go in there. And do what? Ignite the furnace. We'll never get away in time. I know what I'm doing. Farah, listen to me. No, you listen to me. Because of this poison, my people have known something worse than war. I did not come this far to turn back. I'm not asking you to turn back. I'm asking you to give me the order. I won't do that. Commander, please. I am not your CO. Then who is? Because someone needs to light this fire and someone needs to kill Barkov. And you can't do both. I've been an assignment my whole life. This is one I believe in. Give me the order. You are a freedom fighter, Alex. You're a born leader, Farah. Say the word. Go. Yes, ma'am. Good luck. Bravo, Echo is set at the furnace. Farah's going for the general. Roger, Echo. Fight into the pipeline now. Set, Sergeant. No ROEs now, huh, Captain? None at all. Starting with that sniper. Allee, ik dacht dat we bijna bij het einde waren, maar er is nog steeds actie op ons te wachten. Dus hey, let's go. Oh, allee, joh. Oh, bijna. Ik kan die sniper niet hitten hem. Man. We zijn omsingeld door enemies gewoon. Ik heb hier wel een minigun. Of wat is dit? Let's go. Die pak ik wel even op. Hey. Hier, joh! Wow. Nog iemand? Daar is nog een. Ik kan niet echt goed aimen met deze gun. Ah, nee, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Ik ga wel terug normaal doen. Oh, granaat. Oh, oh nee, joh! Wauw, joh! Oh. Jammer, ik heb geen waak. Go. Ah! Oké. Daar is die sniper nog, of is die dood? Hé? Wat moet ik doen? Hallo? Reach the factory. Aha, door die deur. Ik snap het. Oh! On me. Right, let's get this done. Yes, sir. Hallo? Hallo? Alright, set the charges, let's go. Aha, hier. Alright. Pipeline charge is hot! Oh, come fucking out. Farah, Nikolai, where are you? Я все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Say again. Barkov is wheeled up. Скажите им это, генерал Барков! Я не буду декларировать! Я все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Please! I should have known! Ja! Het is weer mislukt, hè! God, nog een duw! Скажите им это, генерал Барков! Я не буду декларировать! Ja! Nee? Oh! Nee, niet gepakt, je buggen! Ja! Oké, is dood, denk ik. I told you, Farah, a long time ago. I am Karim. I am not a terrorist. I am Karim. What's the status? Captain, Barkov is dead. Roger that. Alex. Charges set? Affirmative, sir. Alex. I'm not getting out of here. Let's do this. Thank you. Yes, ma'am. All clear, Captain. Dus Alex gaat ze nog steeds gewoon opofferen. Roger. All stations on my mark. Ik snap het niet. 3, 2, 1. Mother Russia would approve. Where to? Kazakhstan. Home. Tea? Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Russia disowned Barkov. Well, they didn't have much choice, did they? He's dead. You took a big bite out of that problem, John. For now. But left unchecked. It won't be. General Shepherd pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. Mm-mm. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws. Enjoy the tea, then. Zakhaev wants Barkov's throne. I almost buried him in Pripyat. wrong with McMillan? That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hadir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. Then give me what I need. Who's your crew? Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by Soap. Why? Oh. It's classified. There he is. Simon Riley. There's Ghost! A picture. Never. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. Holy damn. Is het helemaal gedaan? Ja, het is helemaal gedaan. Wow, yo. Ik weet niet of je iets van het einde begreep. Maar hij noemde gewoon... Captain Price noemde gewoon zijn oude crew. Dus Ghost, Soap... En die andere, ik ben zijn naam vergeten. Ah nee, nee, die andere is gewoon degene die, die al bij ons de hele tijd was gedurende deze Modern Warfare. Dus gewoon Garrick of Gaz of hoe je hem wilt noemen. Is dit een kleine hint naar een Modern Warfare 4? 5? Modern Warfare 2? Ik weet het niet, maar dit is een kleine hint. Ofwel is dat zo van, dit is allemaal zo gezegd gebeurd voor de andere Modern Warfares... Maar ik denk het niet, want het ging helemaal apart ervan zijn. Ik snap het niet. Ik weet niet hoe ik dat einde moet interpreteren. Is dat een hint naar een volgende Modern Warfare? Of is dit gewoon voor de fans blij te maken? Maar in ieder geval, het was een super vette campaign. En hey, mijn allereerste echte serie die ik volledig van begin tot eind heb afgemaakt op mijn YouTube. Dus hey, ik vind dat ook een applausje verdient. In ieder geval, ik vond het een super vette multiplayer. Ik vond het ook wel heel grof, heel heftig. En dit is absoluut geen spel voor kinderen. Dat is zeker en vast. Je hebt gewoon gezien hoe gruwelijke scènes erin voorkomen. En ik hoop ook, stel je voor, je bent toch jonger dan 18, je snapt het niet helemaal, je zou dit eigenlijk niet mogen kijken. Maar begrijp ook dat dit een fictief verhaal is. En er is een Amerikaanse game. Amerika en Rusland zijn niet de beste vrienden. En Rusland wordt hier heel slecht in afgebeeld. Ze zijn zowat de hele slechterikken van heel deze oorlog. Dus neem dat niet serieus. Dit zijn allemaal fictieve verhalen. En misschien is het ook wel een klein beetje propaganda van de Amerikanen. Want het is altijd America Great, Russian Bad. Zo zie je ook dat deze Call of Duty niet in Rusland is uitgekomen. Of tenminste niet in Rusland op de PlayStation 4. En op dit moment krijg je... Hey, Shibuya, er is bijna iemand met dezelfde achternaam als mij. Oké, eventjes tussendoor. De game wordt heel slecht gereviewd omwille dat... die afbeelding van de Russen die ze hier weergeven in deze game. Dus langs de ene kant snap ik dat. Maar langs de andere kant, dit is wel volledig fictief. En ze hebben wel goed afgebeeld wat er allemaal zich afspeelt in de hedendaagse oorlog. In Modern Warfare. En dat is logisch dat je dan geen echte voorbeelden geeft met de echte landen die er allemaal mee te maken hebben. Weet ik veel wat. Ik ga hierover zwijgen, want ik kan ook niet alles van de hedendaagse oorlog, wie of wat. Dus ik wil er geen woord aan vuil maken. Maar ik hoop dat ik geen verkeerd signaal hiermee wegstuur. En dat jullie allemaal beseffen dat dit een fictief verhaal is. Dus bij deze, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het super vet om te doen. Laat me weten of je het vet vond. En laat me weten welke volgende game ik kan let's playen. Over 10 dagen komt Death Stranding uit. Dat is een hele vette game. Ik dacht om Death Stranding niet volledig te let's playen zoals dit. Maar tenminste de grote stukken een beetje meer met knippen. Aangezien het ook een heel vet spel is. Maar het gaat volgens mij een heel lang spelletje zijn. Dus daarom dat ik het veel ga moeten knippen. En anders is er nog Star Wars The Jedi Fallen Order in november. En dat lijkt me ook super vet om eigenlijk helemaal te let's playen. Aangezien dat ook normaal gezien een niet al te lange game is. Dus laat mij weten. In ieder geval, vanaf nu komen er terug Call of Duty multiplayer video's. Terug FIFA en terug Formule 1. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Ciao, ciao.